Voor het eerst in de trekkertest van Landbouwmeer in Zuidje hebben we een JCB. Het is de 4220. Een trekker van de 4000 serie met 220 pk. En het bijzondere van JCB is toch wel vooral twee geveerde assen, wat er dan gezegd. Maar eigenlijk moet je zeggen dat assen niet geveerd zijn, dat de opbouw geveerd is. Die assen liggen gewoon als een blok op de grond. En dat kun je je met die achteras ook wel voorstellen, want de hele heffenrichting, inclusief de topstang, zit aan die achteras. En de bestuurder zweeft daarboven met een bijzonder comfort, dat mag je gewoon wel zeggen. Dan heeft deze trekker ook vierwielbesturing. Hij heeft dat eigenlijk nodig om voldoende wendbaar te kunnen zijn. Maar het heeft ook wel invloed als je een werktuig in de grond hebt en je rijdt op vierwielbesturing. Dan moet je daar goed bij stilstaan. Dat op het moment dat je stuurt dat de achterkant van de trekker dus opzij wil. En met een werktuig in de grond geeft dat grote krachten. JCB heeft dat trouwens ook wel netjes opgelost met het wendakkermanagement. Maar dat kun je dus zo instellen dat hij tijdens het werk tweewielbesturing heeft. En op het moment dat je hem op de wendakker de ploeg uitteelt, dat hij dan vierwielbesturing heeft om scherp te kunnen draaien. ...65 km per uur en je merkt er eigenlijk niets van. Compliment voor JCB.